Welk Bijbelverhaal raakt mij het meest? Nou, ik vind het verhaal van Abraham heel mooi. Daar heb ik ook meerdere keren een prekenserie over gehouden, omdat ik dat zie als een geloofsweg. Ik heb er uiteindelijk ook een boekje over geschreven, dus nu kan ik er nooit meer een prekenserie over houden. Althans, ik denk niet dat dat handig is. Maar ik heb steeds die preek ook weer opnieuw gemaakt. Omdat dat geloof van Abraham is misschien wel iets wat ik zelf herken. Van toen ongeloof heel gewoon was, zo heb ik het boekje genoemd. Toen werd Abraham geroepen. En dat vind ik altijd zo heel fascinerend. Dat laat iets zien van geloof schud je niet uit je mouw. Dat komt niet omdat het je met de paplepel is ingegoten. Dat kan natuurlijk ook gebeuren. Maar geloof is niet alleen maar een gevolg van, nou ja, omdat je niet anders en beter weet. Abraham die werd op zijn 75ste zo overtuigd door de hemel dat hij opstond en ging.